een 60-jarige bruiloft. Bezoek. De deurbel gaat. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Wie is daar? Step David. Oh, mijn god. Step David. Het zijn onze eerste verrassingsgasten. Mag ik het eventjes horen voor Stuk TV? Hey. Giel, Thomas, Stefan. Leuk man, hé. Ja, hè? Zeker. Hoe is het jaar geweest voor Stuk TV? Wel een goed jaar, denk ik, hè? Nou, ja, ondanks de corona hebben we een toch... We weten ons aardig door doorheen te trappen. Ja, dat is wel afwisselend. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan, maar het uiteindelijk allemaal wel. Ja, wat heb je niet kunnen doen? Wat hadden jullie op de planning staan wat niet doorgegaan is? Heel veel shows. Ja, heel veel draaien. Ja, heel veel draaien. We hadden heel veel grote festivals dit seizoen natuurlijk, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Nee. Hey, ik ben toch even benieuwd, Thomas, Stefan, hoe is Giel veranderd sinds hij een kleintje heeft? Ja, behalve dat hij een stuk saaier en grijzer is geworden dan... kan dat haar van hem grijs worden? Hij heeft er meer haar bij gekregen. Oh ja. Dat is opvallend. Ja, maar is hij wat saaier geworden? Nee, dat valt wel mee. Nee, ik had zeg maar gehoopt dat hij juist een beetje zou veranderen. Dat hij wat liever zou worden. Pleurishond. Ja. Maar je laat dus niet elke dag een foto zien? Nee, af en toe. Af en toe als ik naar vraag, zegt hij, en hoe gaat het met de kleine? Zegt, nou ja, wie kijkt? En dan laat hij weer filmpjes zien. Ja, maar ik heb ook niet elke dag zin, zeg maar, om de hele tijd... Weet je, natuurlijk, ik kan me voorstellen, ik zit natuurlijk wel in een andere fase dan Stefan en Thomas. Kijk, Stefan die laat nog nietjes in zijn voorhoofd schieten. En ik loop met een kind onder mijn armen. Dus dat zijn wel twee verschillende fases. Dus ik heb ook niet elke... Tuurlijk ben ik er hartstikke trots op. Maar als ik bij hun ben, ik kan me voorstellen dat je niet de hele tijd hoeft te horen hoe het met de kleine is. Nee, en Thomas is alleen maar heel bang dat hij een keer hoort tegen zijn kleine. Ik denk dat hij er wel een paar heeft rondlopen. Ja. Op vaderdag gaat de telefoon uit bij Thomas. Dat was een rustig jaar. Kwam door de corona of niet? Ja. Hey, maar hoe vind je zelf dat je veranderd bent, Giel, sinds je kleintje hebt? Nou, ik merk wel dat ik bijvoorbeeld als ik aan het werk ben, dat ik denk van ik wil eigenlijk wel om 5 uur thuis zijn, want dan zie ik de kleine nog een uurtje. En ik vind het wel heel belangrijk om zeg maar toch de zorg samen te doen. Dus ondanks dat mijn vriendin thuis is, wil ik er toch ook in de avonden er zijn. En ik wil die nachtvoeding ook gewoon pakken. En eigenlijk ook in het weekend, als ik gewoon nu 3 dagen vrij ben. Ik ben gewoon 3 dagen met die kleine. Ah, geweldig man. Dus en je vindt het leuk genieten. Ook? Ik vind het genieten, jongens. Ja, het is het mooiste wat er is. Ah, wie had dat gedacht? Ja, gek hè? Ja. En dan kijk je af en toe op Instagram en zie je Thomas weer met een sok voor zijn lul ergens op de grachten staan. Nou, en dan denk je inderdaad, Jezus, wat zijn wij toch verschillend? Ja, ja dat maakt het wel lekker. Wat is dat voor foto, Thomas, en waarom zie ik hem zo vaak? Ja. Er is een foto dat je Thomas helemaal in zijn naki met een sok rond zijn jodoken ziet staan. Ja. Oh, die heb ik gemist. Nee, dat is een mondkapje. Is dat? Was dat een mondkapje? Dat was een mondkapje. Ja. Oh, wear a mask, stay safe. Dat was de boodschap. Ik ga eens even kijken hoor. Oh, die gaat ze even checken. Ik weet niet of je daar gelukkig van wordt. Zo. Ja. Ik zou het niet gaan opzoeken als ik jou was. Echt wel. Trauma's. Hey Stefan, heb je wat met de voedselbank? Nou, ik hou van eten. Ja. En voor de rest, ja, ik vind het gewoon een mooi goed doel. Ja. Dicht bij huis, iedereen kent het. Dus dat is wel prima, denk ik. Kennen jullie iemand die er gebruik van heeft moeten maken of iets? Nee, niet persoonlijk. Nee. Nee. Nee, niet direct. Maar gelukkig ook maar, toch? Gelukkig maar, ja. Nee, en ik denk dat het vooral... Ik denk dat het gewoon inderdaad heel fantastisch is... dat we gewoon ook een goed doel in Nederland nu hebben gevonden, jullie. En ik denk dat wij namens Stuk TV wel daar een lekkere bijdrage aan kunnen leveren. Nou, we gaan jullie zo meteen vragen om ook eventjes de telefoontjes aan te nemen. Ja, even de telefoon aannemen, maar hoe mogen we de telefoon opnemen? Wat bedoel je? Missie 538 met Stuk TV. We hebben een mondkapje, Thomas. Oh, Anne-Laure heeft de foto gevonden inmiddels. Ja, toch? Ja. Hey, maar wat gaan jullie doen, jongens? Bellen en zeggen, hoeveel geld heb je? Iedereen aftroggelen. Ja. Wat goed. Ja, nee, zeker. Nee. Ja, ik denk dat het gewoon leuk is om nu aan te geven... want wij zitten zo meteen aan de telefoon. Dus pak die telefoon, ga lekker bellen en nemen wij op. En dan zeggen we, goh... Je kan ons ook alles vragen. Je kan vragen hoeveel vriendinnen Thomas heeft gehad. Je kan vragen... Jeetje, hebben we zoveel tijd? Hebben we niet zoveel tijd, hè? Ik denk niet dat we daar tijd voor hebben. Ik denk dat gewoon alle kleine beetjes helpen in dit geval, toch? Ja, gelijk heb je. Ja, precies. 0909-3000-538. Ja. Jullie gaan richting de telefoon? Precies. Jullie zijn optie 1 in het menu. Oh, yes. Optie 1. Eindelijk. De enige optie ook, of niet? Giel, Thomas en Stefan van Stuk TV. Yeah.